Stel je voor, het lichaam maakt zelf, in het hart, een nieuwe klep. Die verkalkt niet, wordt niet afgestoten en gaat je hele leven lang mee. Het klinkt misschien een beetje als science fiction, dat je lichaam zichzelf zou kunnen repareren. Maar het komt gewoon voor, in de natuur. En de absolute koning van de regeneratie, zoals dat heet, is de axolotl. Als ik daar een stukje ruggengraat weghaal, of een stuk staart, of een pootje, dan groeit het gewoon aan alsof er niets gebeurd is. Ja, dit beestje dient al een eeuw of twee als inspiratie voor medici. Want zou het niet te gek zijn als we dit trucje ook bij mensen zouden kunnen doen? Nieuwe bloedvaten, botten, zenuwbanen en organen maken, dat kunnen wij mensen alleen als embryo. Ja, daarna houdt het een beetje op. We kunnen niet zomaar een nieuw been aan laten groeien. Het bijzondere van dit beestje is dat hij eigenlijk is blijven hangen in het embryonale stadium. Het stadium waarop die nieuwe botten, vlees, zenuwen, van alles nog wat kan groeien. Maar ondertussen kan hij ook volwassen dingen doen. Zich voortplanten bijvoorbeeld. Maar ons lichaam kan zichzelf wel een beetje repareren. Wonden groeien bijvoorbeeld weer dicht. En het zijn die zelfreparerende eigenschappen die nu gebruikt worden om je lichaam een eigen hartklep te laten groeien. Oh, dit is hem? Dit zijn twee voorbeelden van de hartkleppen zoals we ze nu maken. Dit is een afbreekbare kunststof. En het bijzondere is dat we die kunststof gevormd hebben in een heel fijnmazig netwerk. Dat maken minuscule draadjes. En die draadjes, je ziet dat bijna niet, die zijn in staat om cellen in te vangen. Net als een koffiefilter in het lichaam vangen die cellen in uit de bloedbaan. En die cellen gaan nieuw weefsel maken. Maar hoe maak je het weefsel zo slim? Ik bedoel, dit is zoveel meer dan een stukje zeemlap. Ik bedoel, ja, dit is precies wat je moet doen. Ja, we hebben veel geleerd van het lichaam zelf, maar het materiaal kunnen wij voorzien van een aantal moleculen die signalen afgeven in het lichaam, waardoor cellen weten van nou, ik moet daar naartoe of ik moet juist daar wegblijven. Bij de ontwikkeling van het materiaal kunnen ze speciale moleculen in het netwerk inklikken. Bijvoorbeeld moleculen die stoffen in het bloed aantrekken die ook betrokken zijn bij wondheling. Er is nog iets bijzonder aan dit materiaal. Het materiaal breekt pas af als er voldoende nieuw weefsel gemaakt is. Dus als we geen cellen invangen en er geen nieuw weefsel gemaakt wordt, dan blijft het materiaal intact. En dat is voor de chirurg heel fijn, want dan heb je een veilige hartklep. Het lost niet in één keer op. In haar lab maken Carlijn Bouten en haar collega's het hartkleppend materiaal en ze testen het. Dit is onze kleppentester. Het is denk ik goed te zien hoe die werkt. Oh ja. Oh, en je ziet heel goed dat samentrekken. Ja, hier testen we hoe de klep open en dicht gaat en of die blijft doen onder heel veel omstandigheden. En wat we eigenlijk doen is de hele bloedstroom hier simuleren. Dus we kunnen de bloeddruk omhoog brengen, we kunnen de klep sneller laten functioneren en hem zo testen. En doet hij het goed? Houdt hij uit zich goed onder extreme omstandigheden? Ja, eigenlijk alle omstandigheden gaat het heel goed. Hoe kwam je op het idee om een kunstklep te maken die eigenlijk door de mens zelf wordt gemaakt uiteindelijk? Nou, wij wilden levende kleppen maken. Dat hebben we eerst hier in het laboratorium gedaan. En die kleppen, als we die implanteerden, dan ging het lichaam daar zelf mee aan de haal. Die ging daar iets van maken, zelf aanpassen. Dat trucje, wat het lichaam daar doet, dat gaan we nu eigenlijk gebruiken om het lichaam zelf aan te zetten om die hartklep te maken. Het lichaam dat zichzelf repareert. Het is een trend in de medische wereld. Een mix tussen hypermoderne technologie en de kracht van de natuur. Er wordt gekweekt, geprint, gebouwd met het lichaam zelf. 3D geprinte botstructuren zijn een ander voorbeeld. Deze nieuwe botprotheses zijn poreus en in die holtes kan het eigen bot teruggroeien. Het nieuwe bot kan meegroeien en wordt minder snel afgestoten. Het zijn de voordelen van regeneratie. Maar wanneer komt hij nou op de markt? Dat is een belangrijke vraag. Er zijn een aantal stadia die je moet doorlopen voordat je op de markt komt. Het eerste stadium is in het lab. Daarna vinden er dierproefstudies plaats. We doen dat bij schapen samen met dokter Jolanda Kluin. De fase die daarna komt is dat je bij een kleine groep patiënten gaat testen. En als die succesvol is, komt er een grote groep patiënten. En pas dan kun je spreken over toegang tot de markt en tot de patiënten.